bent aan het einde van het e-book en wat is dat fantastisch voor je. Vind ik echt heel erg goed. Want ja, het is toch een hele nieuwe discipline in je leven, mediteren. Veel mensen denken daar van alles over. Het is saai en ik ben veel te druk in mijn hoofd. En word ik dan heel erg anders en ga ik dan ook met stenen om mijn nek lopen? Nee, echt niet. Het zal je leven alleen maar verrijken. Echt, dat beloof ik je. Ik heb een puber van 16 en ik heb daar een fantastische band mee. Ik geloof dat als er eentje in het huis is, in het gezin, die in harmonie is en echt gelukkig is met zichzelf, straalt dat af op de rest van de familie. Je zal veel minder reactief reageren, ook naar je partner toe, naar je vriendinnen toe, naar je vrienden toe, naar je werk, collega's toe. Dus het zal echt als een olievlek, als een positieve olievlek in je leven verspreiden. Ik ben mezelf mijn hele leven met mediteren bezig. Vanaf mijn 17e al een transcendente meditatie. Dat is dat je een klank krijgt en die herhaal je in je hoofd. 2 keer 20 minuten per dag. En 5 jaar geleden ben ik geïnitieerd als boeddhist in het Nichiren boeddhisme. En dat is weer een chant meditatie. Dan zeg je hardop. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. En dat doe je ook 2 keer per dag een aantal minuten of uur, wat je zelf wil. Dus er zijn heel veel verschillende vormen van meditatie die ik je graag bij zou willen brengen. En het is mijn passie. Nou, misschien heb je dat al door, dat ik erg van mediteren ben. En dat ik ook heel graag wil dat jij doet. Omdat ik zie wat het me brengt. Weet je, ik heb tijd om boeken te schrijven. Ik heb tijd om te sporten. Ik wil graag gezond eten. Niet omdat het moet, maar ik word 48. En ik heb zo van, hey, als ik 94 ben, wil ik nog strak in mijn velletje zitten. En sportief zijn. En heel energiek. En tijd hebben om alles te doen. En mijn basis in mijn leven is meditatie. Ik heb iets heel moois gemaakt voor je. Dan denk je, ja, dan komt ze nu aan met de verkooppitch. Nee, ik heb een webinar gemaakt. En daar kun jij gewoon gratis aan meedoen. Je kan op dit linkje klikken, kan je meteen opgeven. Ik zou zeggen, doe het gewoon meteen. Dan heb je vandaag al iets fantastisch gedaan voor jezelf. Want dat is wat je doet. Je geeft jezelf het meest waardevolle terug in je leven door dit te doen met mij. Het mediteren. Je geeft jezelf de rust, de harmonie, je eigen liefde, je zelfbeeld, je gezondheid, je nachtrust, je vrouwelijkheid of je mannelijkheid, je seksualiteit. Je geeft jezelf eigenlijk alles terug. Nou, en het is ook nog iets gratis. Dus wat houd je tegen? Geef je meteen op. En ik hoop je daar te zien. Voor de laatste keer. Namaste. Ik hoop dat je genoten hebt van dit e-boekje. En het webinar zien we elkaar langer en intensiever. Gaan we iets meer de diepte in. En dan gaan we samen die meditaties doen. Ik verheug me erop. Het is me een eer. Dankjewel.